Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een bloemschik maken die ik in het klein al met kerst heb gemaakt. Tenminste, ik had een reel gedeeld op Instagram en toen kreeg ik heel veel vragen van goh, komt die ook online als DIY pakket? Vandaag maken we een iets grotere versie. Heel erg leuk, met heel veel mooie materialen. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt dan onder een kopje kustpakketten. En ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Als ondergrond gebruik ik deze oase schaal. Er zit dus aan de buitenzijde omheen waar plastic omheen zit. En ik heb hier hele mooie velvetachtige, dus is hout met een soort velvet eromheen. Ik zal het iets beter laten zien. Kijk, zo kunnen jullie het wel wat beter zien. Het is heel apart. Ja, het glanst ook iets. Het is echt een soort velvetachtige stoflaag wat er eigenlijk omheen zit. En deze bevestigen we er aan de buitenzijde omheen. Dat doen we met lijm en dat doe ik strak langs elkaar. Nou, we hebben een hele mooie basis. De binnenkant gaan we mooi vullen en compact vullen met bloemen. Ik steek de bloemen op de lengte van de bovenkant van het schors, noem ik het eventjes. Zodat je hem, dat hij mooi aansluit. En ik steek het gemengd op. En ik zorg dat de verdeling mooi is. En ik doe dit met mooie, fijne en lieve bloemetjes. Zorg dat je de bloemen goed schuin aansnijdt. Dus het steekschuim is natuurlijk nat gemaakt. Ik krijg nog wel eens een keer de vraag van, maak je ook eerst steekschuim nat? Als je verse bloemen gebruikt, dan maak je altijd het steekschuim nat. Het is belangrijk dat je de bloemen niet onder water doet, maar zelf vol laat zuigen. Let even goed op de verdeling. Kijk ook goed hoeveel knoppen jouw bloemetje heeft. De ene bloemetje zal natuurlijk meer knoppen hebben dan de ander. Maken we ook even een wit druifje schoon. Je kan hem dan gewoon uit het potje halen. Je kan de hele wortel eraf halen. Hè. Dat kan geen kwaad. En dan steek je er eventjes een satéprikketje in. En dan kan je die er ook zo bij tussen stoppen. Echt voorjaar, dus het maakt hem heel leuk en lief. Thank you.
En kijk hoe prachtig. Als je er van de bovenkant op kijkt, is het ook echt gewoon een soort bloem geworden door die buitenzijde. Echt heel erg mooi. En dit wil je toch gewoon op tafel hebben. Hè? Niet moeilijk, maar wel heel mooi. Let op de verdeling en dat je ongeveer net zo hoog schikt, ja, als de bovenkant van, ja, de velvet houtstukken. Echt heel mooi. Wil je dit nou graag zelf maken en zelf op tafel hebben? Het is heel handig met die onderkant. Je kan hem gewoon overal opzetten. Je kan hem ook elke keer wel weer vullen met steekschuim. Dus de buitenzijde kan je ook elke keer weer gebruiken. Hij is echt prachtig. Echt een plaatje. Wil je het zelf bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wees snel bij, want op is op. En wil je niks missen, kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!